De gemeente Zaanstad is deze week gestart met werkzaamheden die moeten leiden tot een autoluwcentrum van Zaandam. De eerste ingrepen werden getroffen op het talud van de Beatrixbrug. Ze zijn beweegbare palen in de wegdek aan het aanbrengen. En waar is dat nuttig voor? Die palen die plaatsen we omdat we met venstertijden gaan werken. Je kunt van 12 tot 6 kunnen automobilisten niet meer in deze richting over de Beatrixbrug. En dat ondersteunen we met deze palen. En waarom is dat besluit genomen om dit te gaan doen? We wilden graag het centrum aantrekkelijker maken. Nou, een van dan is een langdurig programma wat heel lang loopt. En een onderdeel daarvan was dat we graag het centrum autoluw wilden maken. Autoluw centrum, waar moeten de mensen dan met hun auto's naartoe? Ja, ze kunnen nog steeds het centrum bereiken. Alle wegen, alle parkeerplaatsen zijn gewoon bereikbaar met de auto. Je moet denk ik wel even goed kijken hoe je dan moet rijden. Maar wij hopen vooral ook dat winkelend publiek, de fiets, de trein, dat ze andere modaliteiten zullen gebruiken. Ja, dus het wordt meer een wandelgebied eigenlijk, het centrum? Nou, dat is de bedoeling, dat je op je gemak van het centrum kunt genieten. De Beatrixbrug is niet de enige locatie waar beweegbare palen komen. Ze komen ook in de Tsaar-Peterstraat ter hoogte van het Zilverpadsteeg. Dus sluiproutes die zijn er eigenlijk niet meer? Nou ja, we proberen inderdaad de route zo duidelijk mogelijk te maken. En hoe wordt dat nou aan de weggebruiker die met de auto of met de scooter of wat dan ook komt duidelijk gemaakt? Nou, er komt bebording en er komen lichten. Dus ja, een rood licht is universeel, dan moet je stoppen. En er komen gewoon rode lichten die aangeven dat je er niet doorheen kunt. Ja. Nou komt er iemand van buiten Zaanstad die denkt, ik wil toch dat centrum wel eens een keer zien. Het is zo enorm veranderd. Ik heb hier vroeger gewoond bijvoorbeeld. Die komt hier de Peperstraat in rijden, die mag niet verder. Nee, die zal om moeten keren. En nogmaals, alle straten zijn in principe wel bereikbaar. Dus dat is een kwestie van gewenning, denk ik. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat er misschien ook wel ondernemers zijn in de stad die zeggen van maar we willen eigenlijk zoveel mogelijk parkeermogelijkheden, want dat is toch vaak wel het probleem. We hebben de Rooshof kan snel vol geraken. Dat ze dan zeggen van wat schieten we hier nou eigenlijk als ondernemers mee op? Nou, we hebben deze maatregel, het autoluw maken, want daar gaat het eigenlijk om. Dat hebben we ook echt samen met ondernemers besproken. En daar was dus ook draagvlak bij de ondernemers om deze maatregel te nemen. Ik moet wel zeggen, dat was wel een verdeeld beeld. Niet alle ondernemers zaten op deze lijn, maar er was echt wel draagvlak om deze maatregel zo te nemen. Ja, want anders hadden we het natuurlijk waarschijnlijk niet gedaan. Ja, we hebben niet alleen met ondernemers gesproken, we hebben ook met andere belangengroeperingen overlegd. Maar ze hebben natuurlijk een belangrijke stem. Ontstaat nou niet het risico dat een ander deel van de stad, bijvoorbeeld rond de Peperstraat, een plek wordt waar mensen dan alternatief gaan parkeren en zo? Ja, nogmaals, we merken gewoon bij alle veranderingen in het wegsysteem, kan ook het omkeren van een richting zijn, dat mensen een tijdje nodig hebben om te wennen aan een nieuwe situatie. Dat zal hier ongetwijfeld ook zo zijn, maar ik verwacht er verder geen problemen mee. We hebben nog één groep eigenlijk niet benoemd, dat zijn de hulpverleningsinstanties, politie, brandweer, ambulances. Die krijgen uiteraard ontheffing. Die blijven uiteraard ook als de palen omhoog zijn gebruik houden van de weg, mocht het nodig zijn. Autobussen, taxidiensten kunnen er ook langs. En we hebben ook een uitzondering gemaakt voor elektronische, dus elektrische bestelbusjes. Als winkeliers daar gebruik van willen maken, dan kunnen ze ook tussen 12 en 6 hun eigen winkelen bevoorraden.